De Torarica Group NV is aan het uitbreiden. De hotelketen breidt zich uit met een longstay appartementencomplex dat achter de Royal Ballroom komt te staan. Dave Bouke, directeur Torarica Group NV, zegt dat onderzoek heeft uitgewezen dat er vraag is naar longstay appartementen. Hij benadrukte dat de behoefte aanwezig is, ook vanwege de verwachte groei in de olie- en gassector de komende jaren. Torarica heeft daarom besloten te starten met de bouw van het complex. Sowieso gaan we het gebouw zo duurzaam mogelijk opzetten, dus rekening houdend met minder gebruik van energie, de systemen die daar geïnstalleerd zullen worden. Dus we zijn een Green Key gecertificeerd bedrijf. Dat is dus een duurzaamheidskeurmerk. Nou, daar is aan al die voorwaarden zal dit gebouw voldoen. Maar je kan dus eigenlijk zelfvoorzienend zijn. Je kan daar wonen. Je hebt eigenlijk je huis in een heel veilige omgeving, want er is beveiliging. Als je een dagje niet wenst te koken, zijn er restaurants hier in de omgeving, van onszelf natuurlijk. Het poolterras is onlangs uitgebreid, het restaurant van Royal is uitgebreid. En dat waren allemaal projecten als voorloper van dit project, want daar zal er geen separaat restaurant zijn. Maar de gasten kunnen dus een heel comfortabel appartement huren met de diensten die een hotel aanbiedt. Uit de bouw van het longstay-complex zullen er 116 appartementen verrijzen met een prijskaartje van 23 miljoen Amerikaanse dollars. Torarica heeft dit bedrag voor elkaar gekregen uit een obligatielening van 20 miljoen dollar bij de Finabank en heeft een eigen inbreng van 3 miljoen dollars. Met de bouw van het appartementencomplex zal Torarica invulling geven aan werkgelegenheid in het land. Ik denk, Torarica heeft op dit moment ongeveer 400 mensen verdienen hun boterham hier. En natuurlijk met de spin-off naar de gezinnen toe. Daar zullen dus meer bij komen bij uitbreiding. Dus dat is sowieso een grote toegevoegde waarde voor de economie. En verder is het zo dat het een grote stimulans is voor de toerismesector. Als je meer accommodatie hebt, als je een gediversifieerd product hebt, niet alleen kamers, maar je kan kiezen uit een appartement of kamers. Want het is niet alleen voor de zakenlui, ook de vakantielangangers die voor langere tijd hier willen verblijven, biedt dat de mogelijkheid. We weten dat er bijna elke dag stampen de nieuwe appartementen hier uit de grond. Maar als je dat appartement bij Torarica kan boeken met de services die Torarica biedt, dan is dat alleen maar een plus. De bouw en constructie van het complex kan ruim 2 jaar in beslag nemen. De longstay appartementen wordt het vierde hotel van de Torarica Group NV.